Zo, nou, toen ik u straks bij de deur begroette, zei u, ik vind het niks. Maar ik ben blij dat u gebleven bent. Want, mevrouw Menten, al sinds jaar en dag zet u zich in verschillende hoedanigheden in van met name de gemeenschap in Leus. U was ook vandaag met hele andere oogmerken naar Groesbeek gekomen. En hebt u zelfs nog kunnen verkleden, want u was voorbereid om aan het werk te gaan. Zo'n dag wordt het niet. Van Menting, al vanaf 1996 verricht u werkzaamheden voor de kerk en in het bijzonder voor pastoor Pieter Schepers. Hij mag naar eigen zeggen sinds die tijd een beroep doen op uw mateloze zorg en goedheid. Waar hij ook als pastoor actief is, volgde u om hem en de parochie bij te staan. Zo ging u van Leut naar Geffen, naar Berkel en Schot en Asten. En tegenwoordig gaat u 2 maal in de week naar Helmond om u daar de hele dag belangloos in te zetten. Zowel de zorg voor hem in het huishouden als ook het verzorgen van de kerk was, poetsen van het koper, boekjes vouwen, koffie zetten voor de andere vrijwilligers en ontvangst als gastvrouw. Niet voor niets roemt als voor Schepers u als voorbeeld voor anderen om aandacht te schenken en in te zetten voor de medemens. Hij gaf zelfs aan, ik vond het een mooie uitspraak, dat hij naast moeder Maria in de hemel toch ook een aardse lieve vrouw heeft, die heel veel lof en waardering verdient. U was daarnaast ook jarenlang een zeer gewaardeerde vrijwilliger voor de plaatselijke voetbalvereniging VVLK. Sinds 2003 ondersteunde u bij uw man in zijn werkzaamheden als beheerder. Toen hij door ziekte steeds minder kon doen, heeft u het vanaf 2013 volledig overgenomen. Kantinebeheer en de inkoop, bardiensten draaien en de schoonmaak van de kleedkamers en de kantine, u deed het allemaal met evenveel plezier en enthousiasme. Ook maakt u foto's en verzamelt u allerlei documentatie over VVLK in Leut. Dit sloeg u op in de klassieke fotoalbums en daarmee hebt u een belangrijke bron van informatie over de geschiedenis van deze Leutse vereniging gevormd. Daarnaast kon men ook bij andere activiteiten op het terrein van VVLK altijd op u rekenen. Denk erbij aan de vrijmarkt, de kindervakantieactiviteiten, het bekende 5 tegen 5 toernooi en de Oranjefeesten. Inmiddels is VVLK samen met SVO gefuseerd tot DDV 23 en heeft sindsdien haar thuisbasis in de Ooi. Daarmee is aan uw inzet gedurende 20 jaar nu een einde gekomen. Ook tijdens carnaval staat u klaar voor anderen. Nadat u beide zonen lid werden van carnavalsvereniging De Sokkennummers, ontstond als vanzelf de mooie traditie. Tussen de optochten in de polder door kunnen de leden bij u terecht voor een kop koffie, broodjes en misschien een pilsje. De optocht wordt daarna door het maken van vele foto's door u in beeld gebracht. En ook daar is inmiddels in de loop der jaren een prachtig archief ontstaan. Van het jaarlijks uitgegeven carnavalsboek wordt door u altijd een minimum van 4 exemplaren besteld. Niet alleen voor uzelf, maar omdat u het ook graag weggeeft. Tot slot wil ik niet onbenoemd laten dat u in het verleden ook veel heeft betekend voor Schutterij De Vriendenkring, ook in Leut. Niet voor niets heeft u voor uw inzet daar al in 2009 de bronzen draagpenning van de Kring van Schutterijen in Gilde Rijk van Nijmegen ontvangen. Er is vast nog veel vergeten, ik denk dat u het wel genoeg vindt. Al deze verdiensten hebben ertoe geleid, tot ons allergrote vreugde, dat het koning Willem-Alexander heeft behaagd om u, Maria Alida Pavia Aloysia Theodora Menting, geboren Nieuwkamp, te benoemen tot lid in het orde van de Oranje Nassau. Thank you.
Nou.